Hey, hallo, welkom weer bij een filmpje van Creations bij Jolanda. En wat staat er vandaag op de planning? Ik heb deze leuke swapjes gemaakt voor de teambijeenkomst van Michelle Las komende zaterdag 28 september. En ik vind het zelf altijd makkelijker om even te kijken dan iets na te maken vanaf een tutorial. Dus ik dacht, ik maak er een filmpje van. Dat is gewoon veel makkelijker voor jullie. Nou, wat heb je nodig? Je hebt nodig Real Red. En ik heb dat gesneden in 18 bij 21. En dan hou je nog een stukje cardstock over. En daar kun je, als je dat leuk vindt, nog een kaartje van maken. Dit zijn de restjes die dus hier uit het doosje komen. En deze hele leuke stickertjes, die komen hieruit. Dat is, kijk, er zitten allemaal leuke stickertjes in. En dat is dus Joyful Images. En daar zijn tags van. En er zijn speciale kaartjes en enveloppen bij. Dus kun je gewoon lekker zelf ook mee aan de slag gaan. Nou, en even kijken. Dit was mijn kaartstok. Wat heb ik gebruikt? Ik heb de Nederlandse set gebruikt. Wonderen Winter. En ik heb de tekst gebruikt. Maak het lekker knus. Verder heb ik gebruikt de stansen. Even kijken. Ik had deze gebruikt volgens mij. Even erin doen. Volgens mij heette die Rectangle Stitch Framelit. Dus die heb ik gebruikt om dit venstertje uit te stansen. En ook voor de restjes heb ik gebruikt voor het kaartje. Die heb ik zo uitgestanst. Het Designer Series Paper wat ik gebruikt heb, komt uit het paperpadje Take a Bow 6x6, oftewel 15,2 x 15,2 centimeter. En dat is echt super leuk kerstpapier. Echt dubbelzijdig. Dat heb ik gebruikt. En even kijken, wat heb ik nog meer gebruikt? Oh, dan heb ik hier denk ik. Oh, ik heb toch nog. Hier zitten die leuke embellishments op. En dat is de Cherry Cobbler en Pearls. Dus die heb ik ook nog gebruikt. Verder heb ik, zal ik heel eerlijk zijn, allemaal restjes gewoon oud cardstock opgemaakt. Omdat, weet je, jullie hebben dat ook vast wel. Vaak heb je zoveel alle spulletjes over van cardstock wat eigenlijk niet meer in dit jaar thuis hoort. Maar ja, weet je, ik maak dat dan gewoon op deze manier. Nou, dan gaan we aan de slag. Zoals ik al zei, we hebben een stukje cardstock nodig van 21, precies A4, maar 18 centimeter. Daarbij hebben we nodig Designer Series Paper. We hebben nodig twee stukjes van 2 bij 11, twee stukjes van 2 bij 3,5. Eén stukje van 3,5 bij 11. Moet ik ook even denken. Nou, leggen we dit even opzij. Pakken we ons snijrilapparaat erbij. Even spieken. Zo. Dan moet ik even kijken dat ik hem goed neerleg. Ja. Dus dit is de lange kant van 21 centimeter. Zo, gauw snij. Mesje weg. En die gingen we rillen op. Oh, het is nogal vol op mijn bureau. Ik heb zoveel onderhanden hier allemaal liggen. Wat ik niet afmaak omdat ik weinig tijd heb. Maar goed, lange zijde. Rillen op 4,5. We draaien het hele papiertje even om. En rillen ook de andere kant op 4,5 centimeter. Dan draaien we het een kwartslag. Even spieken. Dan draaien we het een kwartslag. Nou, ik doe het even het liefste even vanaf hier 3 centimeter uitmeten. Zodat dit niet gaat schuiven. Dus mijn eerste ril op de korte zijde is 3 centimeter. Dan weet ik zeker namelijk dat het een rechte hoek is. Dat is altijd wel belangrijk als je een doosje maakt. Dus mijn eerste ril 3 centimeter. Mijn tweede ril is op zo. Op 7,5. Op 10 en een half en op 15 centimeter. Ik zal het nog een keer herhalen. 3 centimeter, 7,5 centimeter,
10,5 centimeter en 15 centimeter. Deze houden we heel, dit flapje. Ik kan dat beter zo meteen even uitleggen, denk ik. Ik ga even een grote schaar pakken. Ik heb heel veel scharen, zie ik. Ik vind zo'n grote schaar altijd lekker. We knippen dit allemaal in tot aan de eerste rillijn. Op deze manier. Ik hoop dat het filmpje niet te lang wordt, want dan wordt het misschien een beetje langdradig. Dus ik doe echt mijn best om het een beetje snel te doen. Zo. Wat we gaan doen is dit even afsnijden. Even kijken, dit wordt de sluiting. Dus ik ga eerst even hier nog schuin inknippen. Even spieken. Op deze manier. Zo. Hopla, dat mag weg. Ik zei al, dit flapje houden we op 4,5 en de rest mag afgesneden worden op 3 centimeter. Nou, daar gaat hij. Even spieken hier. 3 centimeter staat daar. Dus ik leg de rillijn daartegen aan. Deze niet snijden dus. Niet snijden. En je voelt dan vanzelf tot hoever je kan gaan, omdat je hem al ingeknipt hebt. En dan ziet het er zo op deze manier uit. Dat doen we ook aan de andere kant. Draai hem gewoon even om. Deze rillijn leg ik weer hier aan op 3 centimeter. Uiterste flapje wilde ik heel houden. Dus niet snijden. Leg hem neer. En omdat, wat ik net al zei, we hem ingeknipt hebben, kun je eigenlijk voelen tot waar je moet gaan. En dan is dit de basis. Mag dit even weg. Zo, dit mag in de prullenbak zometeen. En wat ik al zei, en dan moet ik even kijken, waar is het voorbeeldje? Kijk, dan komt het zometeen er zo uit te zien. Dus op deze twee. Oh, ik zie dat we 4 van deze stukjes nodig hadden. Ik zei dat we 2 nodig hadden, maar we hebben dus 4 stukjes nodig van 2 centimeter bij 3,5. Dus die moet ik zometeen er nog even bij snijden. Mijn lijn. Zo. Zo. Nou is het al eigenlijk even geleden dat ik dit doosje gemaakt had. Dus ik hoop dat ik geen vergissingen maak. Maar zoals ik al zei, ik vind het makkelijker om even een filmpje te maken dan dat ik een hele tutorial uit moet schrijven met foto's en uitprinten. Dat is niet mijn grootste hobby. Dus ik doe het gewoon even op deze manier. En eigenlijk kunnen andere mensen er dan straks ook nog van genieten. Dit ga ik niet plakken. Mag wel, maar dat is de bodem. Op deze manier. En ik bedenk eigenlijk, eens even kijken hoe ik dit heb zitten. 1, 2, 3 betekent dat we hier toch ook nog even wat nodig hebben. Dus 3 keer dit stukje en 4 keer dat stukje. Dus even kijken wat ik nog over had. Kijk, ik heb nog gelukkig wat over. Dus ik snij even gauw. Dit had ik al gesneden als eerste op 11 centimeter.
Dus daar kan ik een stukje van 2 centimeter snijden. Dat mag dan daar. Wat heb ik hier nog over? Nou, snij ik even op 3,5. En wat riep ik net? Dat moesten 2 stukjes zijn van 2 centimeter nog. Zo. Oh. En ik moet zeggen, ik heb ondertussen heel veel doosjes gemaakt hiervan. Was eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Maar ik had zoveel van die handcrempjes. En eigenlijk was het meer werk dan ik dacht. Maar ja, goed. Ik vind het altijd leuk om iedereen altijd een klein cadeautje te geven. En hoeft niet altijd iets tegenover te staan. Toch? Maar goed, dat is mijn mening. Dan ga ik zo meteen het venstertje stansen. Daar moeten jullie wel even voorzichtig mee zijn. Want je begrijpt dat dit dus niet in je grote stansapparaat past. Zo. Nou, ik zie dat ik nodig een nieuw mesje moet gebruiken. Zo. Even alles goed rillen. En heb ik hier nog een vouwbeen? Ja. He, want ook even alles goed rillen is altijd belangrijk als je doosjes maakt. Dan ga ik zo meteen even het videootje stopzetten. Omdat ik dus even moet stansen. Dus hou goed in de gaten. He, ik heb dus 1 flapje, kijk, naar binnen gevouwen. Op deze manier past hij er wel tussen. Waar is mijn stansje? En even voelen waar die dan zit. En ik heb hem op deze manier uitgestanst. Dus ik ga eerst nog even snel dit rillen. En dan heb ik alles netjes gerild. Zo. Nou, zet ik even het videootje stil. En dan kom ik zo meteen weer bij jullie terug. Zo, ondertussen heb ik dit stukje gestanst en wat ik jullie al vertelde, ik heb het expres een eindje naar links opgeschoven, want hij past anders niet door je Big Shot heen. Nou, hij gaat makkelijk uit. Ik gebruik altijd een stukje washi tape om ervoor te zorgen dat het op zijn plek blijft. En zoals ik al vertelde, kun je dit weer leuk gebruiken om een kaartje mee te maken. Vraag me nog niet waar ik dat kaartje van me straks weer gelaten heb. Die heb ik natuurlijk weer ergens neergelegd. Oh, kijk. Dus deze stukjes komen hier uit. En daar kun je dus heel leuk weer een kaartje van maken. Sorry. Nou, dan gaan we het in elkaar zetten. We gaan eerst even de deksel in elkaar zetten. En dan had ik hier een klein cirkelpontje. En dan neem ik gewoon een half cirkeltje. En ik gok ongeveer links, rechts. Zo, niet te moeilijk. Nou, lijmen we het even vast. Ik werk altijd graag met lijm, maar je kunt natuurlijk ook tape gebruiken, net wat jij fijn vindt om mee te werken. Ik haal altijd hier even een beetje lijm op, zodat aan het hoekje daar ook lijm zit. Nou, ik werk altijd graag met tacky glue. Maar lijm is altijd heel persoonlijk. Oh, hier zit wel heel weinig op. Even een beetje extra erbij. Zo, weer even een beetje lijm ophalen voor zo, op het hoekje. Dan mag dit even drogen. En dan lijmen we dit vast even. En dan komt die op deze manier en op deze manier. Wat je even kunt doen is even hier een klein stukje uithalen, zodat het er niet uitpiept als je het vast gaat plakken. Staat dan anders zo slordig. Dan kan ondertussen even de deksel drogen. Oh, ik heb zo'n grote schaar. Ik ging net even tegen de camera. Zo. Dan lijmen we eerst even dit. En kunnen jullie het een beetje zien? Ik weet niet, ik heb hem een beetje
Zo. Een beetje ver ingezoomd had ik hem. Zo. Wederom, ik haal even een beetje lijm op voor het hoekje daar. Nu is het wel zo dat ik de bodem iets strakker vastlijm. Dus iets kleiner maak dan de deksel. He, dus het is nog geen millimeter. Dus deksel zorg ik altijd dat hij iets ruimer is. Om het even te laten zien. He, dus kijk, op deze manier wordt de bodem iets kleiner. En als ik hem overdreven zo zou lijmen, dan zou de bodem dus iets groter worden. Dus de bodem lijm ik iets kleiner, zodat zometeen de deksel er mooi overheen past. Dat is toch eigenlijk niet helemaal zo slim wat ik nu gedaan heb, bedenk ik me net. Ik ga deze toch even weer loshalen. En dat is om die reden dat het natuurlijk een rechte hoek moet zijn. En daar had ik weer even niet aan gedacht. Deze moet netjes zo komen. Beetje dom van mij. Dat was ook eigenlijk de reden waarom ik dat in het begin niet gelijk gedaan had, denk ik. Maar ja, het komt ook doordat het even geleden is dat ik dit doosje gemaakt heb. En ja, dan weet ik niet meer zo goed waar ik ook alweer op moet letten. Zo, dit flapje. Nou, dan is het doosje klaar. En is dit net een nette hoek geworden. Mag dat even drogen. Even dit. Nu kun je natuurlijk hier een stukje acetaat in plakken. Maar ik zal heel eerlijk zeggen, ik had zoveel doosjes. Een stuk of 70, 80. Gelijk voor mijn collega's en voor andere mensen. Nou, ik had er echt geen puf meer voor. Ik heb hier weer allerlei leuke handcremetjes. Hij sluit dus netjes er zo overheen. En dan ga ik even kijken of ik hem dan kan lezen. Ja, ik had namelijk de een, daar staat de tekst naar boven en de andere staat de tekst naar onderen. Even kijken. Nou, ik doe altijd wel even een klein gloedotje of een snatje, net hoe je het wil noemen. Zodat het een beetje op zijn plaats blijft liggen. Hoeft niet, mag wel. Nou, oh, zie je, hij zit toch niet helemaal goed vast. Nog even aandrukken. Ik wil weer te snel. Zo, en dan past het er overheen. En dan kun je hier nog leuk de tekst lezen. En dan zie ik dat ik hem dus toch op de kop heb zitten. Niet helemaal zoals ik wilde. Dus ik haal hem toch nog even los. En we doen het gloedotje, voel ik, doet het nog. We doen hem toch even de andere kant op. Want, zo, kijk. Zie, de bedoeling is dat je dus Merry Christmas ziet. En wat erin zit, hè? Handcreme had ik verteld. Uit de stempelset Wonderen Winter had ik Maak het Lekker Knus gebruikt. En die heb ik al op een kleerblok gedaan. Dan had ik ook al, oh, hier, zie, die had ik al wel klaargelegd. Even inkt pakken. Oh, oh, ik moet nodig opruimen, zie ik. Zo. Mag dit weer opgeruimd worden. En ik had een cirkelpons. En die had ik er straks klaargelegd. En nu weet ik niet meer waar. Waar had ik die neergelegd? Niemand de deur uit. Ik ben zelf de schuldige, hoor. Ik heb ondertussen natuurlijk alweer wat andere klusjes gedaan. Ah, hier heb ik hem. Ik gebruikte hiervoor de 1/3 pons. Zo. En die had ik met een stukje foamtape hier opgeplakt. Daar kun je dimensionals voor gebruiken. En wat ik net zeg, foamtape of wat je zelf ook fijn vindt. Dat maakt niet uit. En wat ik ook al vertelde,
Ik maak gewoon graag altijd alle restjes op aan oud cardstock kleurtjes die niet meer in de catalogus staan. En dan, je ziet gewoon van alles wat, niet te moeilijk denken. Die doe ik hierachter. Zo. En dan ga ik gewoon even wat plakken. En het leukste is om gewoon allerlei kleurtjes te gebruiken. Zo. Dus op deze manier kom je dus ook mooi gewoon van je oude kaartstok af. Als jij die tenminste nog hebt. Nou, even deze ietsje zo buigen. Beetje zo over elkaar heen, dat vind ik altijd leuk. Dan had ik hier nog iets in het bruin. In het donkerbruin. Dus op die manier maak je gewoon wat van je oude cardstock op. Maar hoeft natuurlijk niet, hè. Nou, dan plak je dit er zo overheen. En dan vind ik eigenlijk dat het een beetje zo ielig is. Dus ik maak hem even zo. En ik ben altijd nog wel van de bling. Dus er moet altijd iets van een glimmertje bij. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Ja, toch? Ik kan het namelijk niet meer zien. Want ik heb aan mijn telefoon dus straks gezeten. En die schuif je er dan zo tussen. En dan had ik ook nog van die hele leuke rode besjes. Uit de Cherry Cobbler. En Pearls Adhesive Backed. Berries, oh, nou, besjes. Gewoon rode besjes. Nou, en die plak ik gewoon zo hierop. En dan is het doosje klaar. Dus ik hoop dat jullie het een leuk ideetje vonden. Dit is mijn swapje wat ik gemaakt heb voor zaterdag 28 september 2024. Voor de teamdag van Michelle. Nou, hopelijk tot snel weer. Dag!